Waar droom je van als je in je dooie eentje door alle verschillen heen kijkt? Welkom, Amara. De Verwondering Zomerdromers met Amara van der Elst. Hoe was het voor jou om op de Dam te staan op 4 mei? Het was heel intens. Het was heel emotioneel. Het voelde vooral als een grote eer. Hoe kwam die tekst tot je? Hoe ging dat? Ik had eerst al gesprekken gehad met de organisatie van het Nationaal Comité. Van oké, waar gaat 4 mei over? Waar gaat 4 mei over voor mij? En nou ja, toen was het gewoon nadenken. En op een gegeven moment kwam de openingszin van waar woorden tekortschieten raakt de waarheid het hardst. En van daaruit ging ik doorbouwen. En is jouw kunst ook helend voor jezelf? Ja, heel erg. Ja. Het is ook meestal dan moet ik eerst dat helingsproces zelf doorgaan. Voordat ik dat ook in de vorm van spoken word kan doen. Het is een soort van afronding van de les. Want dan weet ik, oké, hier zit iets. Hier wil ik iets over zeggen of hier voel ik iets bij. En dan pak ik dat thema of die gedachte. En dan ga ik daar gewoon mee door het leven. En op een gegeven moment komt vanzelf de zingeving tot me. Kun je een voorbeeld noemen? Iets wat je dan raakt en waar je dan wat door je heen gaat? In 2020 had ik heel erg moeite met mijn eigen emoties onder ogen zien. Ik zag gevoel als een vorm van zwakte. Ja, daar liep ik tegenaan. Ging ik over nadenken. En op een gegeven moment was het ook zo dat de woorden tot me kwamen. En ik een soort van mantra voor mezelf nodig had. Om mezelf eraan te herinneren van je mag voelen. En die mantra heb ik toen uitgewerkt tot spoken word. En wat was de mantra? Er is altijd iemand met een groter leed. Er is altijd iemand die wat groters deed. Als je ons vergelijkt, zijn we verre van gelijk. Maar onder dat alles blijkt, wij zijn gelijkwaardig. We dragen allemaal wat onder de leden. En ondanks het lijden, leiden we ons eigen leven. Dus ik onthoud, er is altijd iemand met een groter leed. Er is altijd iemand die wat groters deed. Als je ons vergelijkt, zijn we verre van gelijk. Maar onder dat alles blijkt, wij zijn gelijkwaardig. Wauw. Er zit heel veel in, hè? Dus, we zijn anders, maar er is ook overeenkomst. Gaat het ook over identiteit? Ja, en het recht tot je ook naarvoelen. Ja. Dat is een deeltje van spoken word wat ik heel mooi vind. Het maakt van die dingen waar je normaal niet zo snel over zou beginnen, heel bespreekbaar. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n onderwerp wat je niet zo zomaar zou bespreken, maar wel kunt voordragen? In het vrouw zijn zitten bepaalde dingen die naar zijn. En dan vooral hoe naar een vrouw gekeken wordt, hoe met een vrouw omgegaan wordt. Maar ook als het gaat om verlies, als het gaat om mooie dingen zoals liefde. Mensen hebben toch dezelfde ervaringen in andere jasjes. Ja, dus we zijn verschillend qua misschien verschijningsvorm, maar het materiaal is hetzelfde van binnen misschien. Ja, ja. Zeg maar, op surface level zijn er heel veel verschillen. Allerlei kleuren en smaakjes aan mensen. Maar in wat we verlangen, wat we nodig hebben, komt het toch vaak neer op gewoon een dak boven ons hoofd om thuis te noemen. En liefde die we kunnen geven en ontvangen. Heel simpel eigenlijk. Heb jij een taak, vind je? Een taak? Ja. In het leven een taak? In het leven? Ik ben wel zo opgevoed, ik ben christelijk opgevoed, dus dan heb je inderdaad een taak van God gekregen. Maar het moeilijke van mezelf een taak opleggen of een ander een taak opleggen is dat je dan zou kunnen falen in het leven als je die taak niet volbrengt. Ja. En ik denk niet dat er zoiets als falen in het leven bestaat. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, ik heb geen taak, maar wel iets waar ik me mee bezighoud terwijl ik hier ben. Namelijk? Verbinding zoeken tussen mensen en verbindingen leggen.
tussen mezelf en mensen en tussen mensen onderling. Wat is de motor van die bezigheid? Ik bedoel, wat verlang je? Op het moment dat je mensen met elkaar verbindt en laat zien van... Hey, zo anders zijn wij niet. Eigenlijk zijn we met z'n allen één. Dan merk ik dat dat zo'n geruststelling geeft bij mensen. Dat is wel iets wat ik... Ja, iedereen wil gunnen, dat besef van... Je bent nooit alleen. En wat is je droom? Mijn droom? Ik heb heel veel kleine dromen. Maar één grote droom is... Ook wel die verbinding leggen tussen kunstvormen en vormen van vertellen. En ja, het liefst zou ik dat doen in de vorm van lessen kunnen geven, echt daadwerkelijk. Ik draag nu lessen die ik zelf heb gekregen in het leven over via spoken word. Maar het lijkt me ook mooi om docent te kunnen zijn, daadwerkelijk. Of mentor voor een volgende generatie. Want je had ook nog iets... Qua spoken word, of heb je dat net, is dat wat je net deed? Ik heb een korte spoken word hier zo. Onze bovenste laag verschillend. Daaronder de gelijkenis in wat we eigenlijk allemaal willen. We bewandelen dezelfde wegen in andere schoenen. Linksom, rechtsom, om het even, ieder zijn eigen route. Altijd iets waar we naar zoeken. We vragen wat het punt is. Noemen het zingeving. Beangstigd door de gedachte dat de muziek doorspeelt of je nou wel of niet meezingt. We zoeken de verschillen. Halen daaruit onze waarden. Maar als je kijkt vanaf een afstand, is het niet zo'n ander plaatje. Hoi.